De overheid moet een promotiecampagne op touw zetten om meer bezoekers naar het Marvina ziekenhuis te krijgen. Dat vindt ABOP-parlementariër Marinus B. van Marowijnen. De bewoners van dit district gaan voor medische hulp liever naar de Franse kant. B. denkt dat dit veelal te maken heeft met de goedkope kosten en de dienstverlening. De parlementariër zegt dat er geduld nodig is om de Surinamers vertrouwd te laten raken met het ziekenhuis. Nou kijk, het is een nieuw project. Ik denk dat we met z'n allen wat geduld moeten betrachten om die bedrijfsvoering daar op een gewenste pijl te krijgen. U begrijpt dat mensen jaren vanaf voor en tijdens en na de Binnenlandse Oorlog op veelvuldige wijze gebruik hebben gemaakt van de diensten van de Fransen die op een heel hoog niveau functioneren. Frans-Guyana is heel dichtbij en tot op heden worden mensen gratis daar behandeld. Dus ik denk dat vanuit de overheid of de leiding van het ziekenhuis men een soort van een promotingcampagne moet opstarten en mensen zo ver krijgen om die keuze te maken. Ja? De ABOP-parlementariër vindt dat het Marvina ziekenhuis zeker van nut kan zijn voor de plaatselijke gemeenschap. Nou, het is zeker van nut, omdat dat onze eigen ziekenhuis is. Ja? Ik ga ervan uit dat die roep er was en die roep gehonoreerd is. Ja? En ja, maar we moeten geduld hebben, zoals ik eerder had gezegd, en de zaken rustig opbouwen. ABO-parlementariër Marinus B. uit Marowijnen in gesprek met onze nieuwsdienst. Wij spraken hem over de geringe belangstelling vanuit de plaatselijke gemeenschap voor het Marvina ziekenhuis. Volgens B. moet de regering daarom een promotiecampagne op touw zetten om de slechte toeloop te keren.